aflevering 25 van Team Talk van dinsdag 26 juni 2018. Ja, van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. En ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in de Team Talk bespreken we onder andere de perspresentatie van het IAPA in Amsterdam. Dat is de pretparkbeurs die dit najaar daar, daar is. We hebben het over Pixar Pier In Anaheim, Disneyland California, Disney's California Adventure. Mm-hmm. En er is weer iets waarom Maurice moeite heeft met Disneyland Parijs. Maar dat is zomaar een van de drie dingen die we gaan bespreken. Verder begin ik deze aflevering, zoals iedere week, met de vraag: wat is jou opgevallen deze week in Pretparkland? Wat mij is opgevallen is dat het ontzettend druk is bij de Efteling. Ben je er wel eens geweest de laatste dagen nog? Nee. Okay. Maar ik kijk wel af en toe in de app voor de wachttijden. En dan valt mij ook op dat er ontzettend veel mensen zijn. Ja, het is echt wachtrijen van 40, 50, 60 minuten. Ook op maandagen, dinsdagen. Het loopt daar echt, het is over de koppen lopen. En hoe komt dat, denk je? Ik denk vooral door de aanpak van de Efteling dat ze echt op internationaal gaan. Ze gaan zich echt richten op de buitenlandse bezoeker. De Chinezen, de Duitsers, de Belgen, de mensen uit Engeland, Amerika zelfs. Als je op YouTube gaat kijken, dan zie je ook allerlei vlogs vanuit de Efteling. Mensen vinden het ook leuk. Het is echt een Dutch Wonderland. Het is Disney-like of better than Disney. Het is een populaire bestemming. Maar zijn het dan vooral buitenlandse bezoekers die er nu komen? Dat ook. En ook heel veel schoolreizen. Maar goed, die zijn er eigenlijk altijd al. Ja. Het is nu sowieso wat schoolreizenseizoen. Maar ook in het weekend is het hartstikke druk. En dan zijn er schoolreizen. Nou, interessant wel dat het zo goed gaat dan met de Efteling. Ja, ik denk dat die tactiek die ze hebben gekozen, de internationalisering plus meer verblijfsgasten, dus sowieso verblijf bijbouwen. Ja, ik was afgelopen maandag in het Efteling Hotel. Ja. En dat vroeg ik vorige week dan. Ik vroeg aan de medewerkers van, ja, hoe druk is het nu in het hotel? Nou, zei ze, het is weer volgeboekt. Ja. Van maandag op dinsdag. Ik rijd iedere ochtend van Tilburg naar Amsterdam. Mm. En ik rijd altijd langs de Efteling. Die route, langs de N26904578, die weg. Ja. En dan rijd ik altijd langs die afrit. Er staat ook al dat bord, let op, kan ons opvielen. Ja. Dat is leuk, dat staat er ook om 3 uur 's nachts, als ik er vaak rij. En dan ja, dat is, niet waar. Is er helemaal niemand. Dat is leuk. Maar het is daar, dat valt me wel op, dat er inderdaad nu iedere dag een soort van file staat rond 10:50 's ochtends, omdat het daar echt heel druk is. Ja. Ze zijn bezig met die wisselstroken, hè? Dat moet binnenkort allemaal af zijn. En een ingang vanaf de andere kant, toch? Begrijp ik? Klopt. Dus nu gaat het aan twee kanten, gaat het zo meteen erin. Stoplichten worden allemaal hergeprogrammeerd. Rijstrukken worden aangepast. Ja, die infrastructuur, daar hebben we het al vaak over gehad. Heeft een klein die 5 miljoen, die 5 miljoen die ze vorig jaar ambiëren, dat wordt nu echt een lachertje. Daar zitten ze nu al op. Nou ja. Ja, dat was met Baron, heb ik me laten vertellen, ook al zo. Het jaar na de opening van Baron was een nog beter jaar dan het openingsjaar. Ja. Gaat dat voor Symbolica dan ook gelden? Dus dat ik denk het wel. Maar het tweede jaar van zo'n attractie nog meer ja, maar het is denk ik gewoon een combinatie van. Het is inderdaad en die investeringen in het park zelf, en de investeringen in verblijfsplekken, en de investeringen in de marketing binnen buitenland. Dat doen ze heel slim. Wel pijnlijk dat de Efteling het dan zonder Bobbaan moet doen. Ja. Dat gewoon een achtbaan met toch een aardige capaciteit. Ja, en het is sowieso de meest toegankelijke achtbaan ook, hè? Ja, toegankelijker dan het Vogelrok? Ja, voor Vogelrok moet je 1,20 meter zijn. Voor de Bob niet? Voor de Bob niet. Oh. Moet je zelfstandig kunnen lopen. Ja, het is toch pijnlijk dat hij dicht is. Ja, klopt. En hij is langer dicht dan verwacht. Ja, maar wederom. Hij gaat wel weer open, toch? Ja, dat wordt gezegd. Je weet, ik heb begin dit jaar in deze podcast de voorspelling gedaan dat we dit jaar nog afscheid nemen van de Bob. Hmm. Ik wil die nog eens een keer op tafel leggen, jongens. Hey, zo. Yeah. Medium Thomas. Ja, onthoud. Ja. Je hebt het als eerste gehoord in Team Talk, maar de Bob gaat weg. Ben jij daar ieder weekend gewoon iets aan het saboteren of zo? Nee, dat niet. Maar het is wel opvallend, hè, dat hij dit soort drukke dagen, dan hebben ze hem echt nodig. Ja. En hij is dicht. En wat ik dan wel begrijp van de mensen die er wel iedere dag komen, is dat er heel weinig activiteit te zien is rondom die attractie. Het is niet dat er hoogwerkers te zien zijn, dat de baan schoongemaakt wordt. Ja. Het lijkt wel alsof ze er echt helemaal niets aan doen, maar hij is toch dicht. Ja, ik denk dat het vooral een technisch probleempje is. En dat kun je niet met hoogwerkers oplossen wellicht. Dat ze dan in de machinekamer aan het klussen zijn. Of olie aan het verversen. Of tandwielen aan het vervangen. Of weet ik het. Ja, het probleem is dat het officiële woord van de Efteling zo vaag is. Hè? Zeggen eigenlijk dat is er niet. Ja, dat woord is er niet. Dat is gewoon, het heeft dusdanig lang onverwacht onderhoud, blablabla. Bla, bla. Ja. Ze hebben er weinig inderdaad aan toe te voegen dan alleen, sorry. Storytelling. Ja, want het laatste bericht dat we daarvan weten is via Loopings. Die hebben de onderhoudskalender bekeken. Nou, die hebben op 16 juni een berichtje geplaatst.
Met dat de heropening is verplaatst naar zaterdag 23 juni. Ja. Nou, dat is inmiddels voorbij. Ja, en hij is niet open. Nee. Nee. Dat kunnen we overigens allemaal zien op het nieuwe bord dat voor de ingang hangt. Oh. Drie grote schermen. En links zijn zeg maar afwisselend de rijken te zien waarop je de attracties kunt zien. En in het midden en aan de rechterkant zie je nog wat reclame en nog wat dingetjes voor de app en weet ik veel. Dat hebben ze ook, dat is een mooie toevoeging. Ja, de Efteling zegt, we zijn zeker bezig met de toekomst van de Bob, maar er valt nog niets concreets te melden. Nee, nou dat is de meest veilige woordvoerderuiting die je kunt voorstellen natuurlijk. We zijn ermee bezig, we kunnen niks over melden. Ja. We kunnen niet zeggen of je morgen open gaat of over 2 jaar. Ik vind het heel interessant om dit te volgen. Ik denk echt dat wij deze zomer nog gaan horen wat er met die Bob gaat gebeuren. Hmm. Er zijn wat geruchten die gaan, hè? Mag ik ze gewoon delen hier? Ja. Ja, ik wil ook weer niet een speculeercast worden. Nee. Maar ik ga het toch doen. Ja. Een aantal geruchten die gaan. Nou, er zijn er 2. Die heb ik uit meerdere hoeken gehoord. En het zijn toch mensen die af en toe wel eens zo'n gerucht dicht hadden. Dat je denkt, dat klopt. Hmm. Gerucht 1 is dat er toch iets met water komt op die plek. Ja, dus hij gaat helemaal weg. Dat is het gerucht. Ja, dat hij helemaal weggaat. Dat er juist, toch iets gaat hij helemaal weg. Okay, ja. Iets anders. Maar dat is een heel raar idee waar ik me eigenlijk niks bij voor kan stellen. Maar ik heb het toch al een aantal keren in een aantal hoeken gehoord. Is dat we iets hangends krijgen op die plek. Voor families. Hangende achtbaan. Ja. Dus moet ik denken aan een Dreamcatcher in Bobbejaarland. Een Nickelodeon, hoe heet dat? Dat joch? Ja, Jimmy Neutron. Uitvindt, Jimmy Neutron. Ja, het moviepark. Zo'n family swing. Of dat dan een VKOMA-baan wordt, weet ik niet. Maar dat zijn geruchten. Dat is iets wat rondgaat, hè? Mensen onder het Efteling personeel wordt ontzettend veel geroddeld. Ja. En de helft is niet waar. Wordt dus allemaal gevoed door gekke podcasts, zoals Team Talk. Ja, want ik herhaal het nou ook weer. Terwijl dit wordt door mensen beluisterd. Misschien moet ik het eigenlijk niet doen, maar ik doe het toch. Maar dat zou wel eens bekendgemaakt kunnen worden ergens deze zomer, of niet. Ja. Of ik zit er helemaal naast. En het gerucht waarom de huidige Bob dicht is, zou te maken hebben met het veiligheidskeurmerk, zeggen insiders. Dat is de TÜV, toch? Tegen Team Talk. Ja. Mag je dat zo zeggen? Ja, dat mag je dat zeggen. Oké, ja, ik weet er niks van. Die hebben een bindend negatief advies gegeven. Dat weet ik niet. De exacte details weet ik niet daarvan. Maar het zou daar iets mee te maken hebben. En dat zou ook verklaren waarom er zo weinig activiteit te zien is. Kijk, als je zegt van, is echt iets stuk. Ja. Dan kan je zeggen, nou, dan hup, hier komen 5 elektriciëns en die gaan het fixen. Ja. Maar ja, blijkbaar is het dus niet zo simpel. Zou je dat kunnen opvragen? Gewoon de TÜV bellen en zeggen van, ja, hallo, ik ga bij een vragen. En dan hoe dat dan zit met de veiligheid van die achtbaan. Want ja, ik ben erin geweest en mijn kinderen en nou ben ik bang. Je hebt de toezichthouder in Nederland is de NVWA. Ja, de Nederlandse Voedselautoriteit. Ja. Nou lagen die gisteren, of dus vandaag op de dag van opname van deze podcast, enorm onder vuur door de fipronil-affaire met die eieren. Dus ik weet niet of die heel erg zit te wachten om vragen over pretpakken. Maar of juist wel. Dat is de optie. Oh, gelukkig een andere vraag. Dat is de toezichthouder. Daar kan je eigenlijk in principe opvragen van, nou, wat weten jullie over? Ja, wat is de status daarvan? Het probleem is een beetje dat partijen als de Efteling moeten hebben. De TÜV is eigenlijk een private partij. Dat is geen overheidsorgaan. Ja, die betaal je en die gaan een onafhankelijke keuring geven. Precies. En dat certificaat moet je laten zien aan de toezichthouder, namelijk de NVWA. Maar dat is strenger dan de NVWA. Doorgaans zijn zij strenger dan de geldende regelgeving. Ja. Ook omdat bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen een heel streng veiligheidsprofiel eisen. Maar goed, kijk, dit is puur speculatiekast, want we hebben geen idee wat er echt met de Bob aan de hand is. Maar dit is wel, je hoort wel eens wat uit Kaatsheuvel, je hoort wel eens, mensen zijn loslippig. Mensen die er werken willen ook heel graag laten zien dat ze alles weten, wat vaak niet waar is. Dus dan wordt ook wel eens wat bedacht, heb ik het idee. Ja, of het wordt op de werkvloer besproken en vervolgens wordt het op kantoor weer teruggedraaid. Ja, of weet je kent natuurlijk dat spelletje van vroeger op school. Hè? Dat je kring, één iemand zegt iets in iemands oor en dan gaat het zo rond. Ja. En aan het einde is er iets heel anders van gemaakt. Dat gaat binnen de Efteling ook zo. Hè? Iemand vangt iets op in Ravelijn. Ja, het weer door het kantoor, die vertelt het weer door aan Pietje die friet zat te scheppen. Ondertussen hoort hij in zijn oor ook het woord frikandel, want dat wordt net besteld. Ja. Waardoor er friet in komt en dan is het veiligheidskeuring. Ja. Ja. En daar staat binnenkort een hangende fipronil achtbaan. Ja, precies. Dus goed. Wil je nog weten wat mij is opgevallen in Parkland. Wat is jou opgevallen? Dat is iets wat vanavond online kwam. Mm-hmm. Dat is waar we op door geattendeerd werden door Loopings. Wat we eigenlijk al eerder hadden kunnen weten. Maar dit is wel interessant. Komende zaterdag, dat is 30 juni. Dan gaan attracties in de Efteling eerder dicht. Oh. Want normaal gesproken is het zo dat je tot 6 uur aan kan sluiten in de wachtrij. Ja, dat nieuwe beleid. Vanaf wanneer was het? Februari? Ja, dus eigenlijk 17:59 kan je aansluiten. Ja. Het verhaal gaat nu dat dat die attracties die dag eerder dicht gaan, die wachtrijen. Waarschijnlijk dus gewoon dat het om 6 uur leeg moet zijn. Omdat
En dit is het verhaal. De Efteling is afgehuurd door een bedrijf. Een bedrijfsevenement na 6 uur. Dat betekent dat het park op tijd leeg moet zijn. Dat het bedrijfsevenement begint waarschijnlijk half 7 uur of zo. Of half 8 of zoiets. Mm. En dan moet het park wel leeg zijn. Dus gaan de attracties eerder dicht. Oh. En ik vind dat dus een grof schandaal. Dat meen ik echt. Mm. Dat je op 30 juni... Dat is praktisch hoogseizoen. Ja. Toch? Tegen betalende gasten zegt... Toedeledokie, zoek het maar uit. Want we hebben hier een bedrijfsevenement. En die vinden wij eigenlijk belangrijker dan jou als betalende gast. Dat wordt toch niet gezegd? Nee, maar dat is toch in de praktijk dan zo? Als je ja, zegt, maar datzelfde beleid is toch de afgelopen 56 of 66 jaar al consequent gevoerd. Ja, en toen was het ook raar. Ja. Ik vind dat echt iets heel geks. Nou, het is zodat dat beleid werd ingesteld met daarbij de aanmerking dat het in sommige gevallen niet zo zal zijn. Ja. Waaronder zomeravonden en speciale momenten, evenementen. Dus dat is wel gezegd. Ja, maar die speciale evenementen, die zijn er niet. Die is er niet voor die gast. Nee. Die, wat is de entree tegenwoordig? 36,50 of 37,50? Ja, zoiets. Weet ik veel. Een hoop geld. Ben je niet relevant. Om een dagje Efteling te hebben. En die wordt dus, die krijgt dus minder daarvoor terug dan op andere dagen. Omdat de Efteling een bedrijfsevenement heeft. En heel veel geld verdient die avond. Ja. Ik begrijp daar echt helemaal niks van. Zit wat in. En ik heb daar wel eens eerder aan gestoord, hoor, want er zijn ook wel eens van die, ik kan me nog wel eens herinneren, van de persgroep, dat bestond, of de Wegener kranten, dat bestond toen nog, dat heet tegenwoordig de persgroep. En er stond heel de Pardoespromenade vol met vlaggen van B en de Stem. En, ja, maar dat is dan op speciale dagen, dat je dus ook als reguliere gast ook bijvoorbeeld geen parkeerticket hoeft te hebben. Wat een compensatie. Nou ja, het scheelt weer 10 euro. Nee, maar dat zijn dagen waarop bijvoorbeeld abonnementhouders ook niet naar binnen mogen. Ja, maar dat zijn de befaamde blokdagen zijn dat. Maar hoe makkelijk zet je als bedrijf dan je principes overboord, omdat er iemand met een zak geld binnenkomt lopen? Nou, zo makkelijk dus. Ja, ik vind dat raar. Ja, maar iedereen is omkoopbaar, Thomas. Ja, maar ik vind de Efteling moet daar... Alleen het bedrag is wat hoger of wat lager. Maar je bent al zo kort open. Je bent al maar van 11 tot 6 of 10 tot 6 open. Ja. Dat is hartstikke kort, 8 uurtjes per dag. En dan snoep je daar ook nog wat van af, omdat je een bedrijfsevenement hebt 's avonds. Ja, dus de rij van Symbolica is 3 kwartier. Dus om 4:15 gaat Symbolica dicht. Ja. 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 Ja, nou ja, wees gewaarschuwd. Ja. Overigens, leuk feitje over Symbolica. Oh. Als er bijvoorbeeld een evenement is, ik zeg om 7:30. Ja. En de attractie sluit om 6 uur. Dan laten ze die karretjes ook gewoon doordraaien. Weet je dat? Want opstarten duurt langer dan... De hele boel stilleggen en aan de oplaadpunten hangen, dat duurt veel langer dan wanneer je gewoon het karretje door laat draaien. Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet, maar dat zal een ontzettend... Is dat opstarten? Dus als de Efteling om 10 uur 's ochtends open gaat, dan moeten ze minstens om 8:30 al aan het opstarten zijn. Waarschijnlijk zijn ze dan al. Ja goed, het zijn 30 of zo 40 karretjes die daar rondrijden. Hè. Die moeten allemaal worden aangezet, moeten allemaal werken, moeten allemaal opgeladen zijn. Ja, dat begrijp ik wel, maar dat vind ik wel flink. Ja, ja. Kost ook al op geld. Trouwens? Nou, vraag ik me af. Ja. Je houdt daar 2 of 3 vakantiekrachten die de boel in de gaten houden. Ja. Ik heb wel eens een theorie gehoord. En nu ga ik weer... Ik moet bij alles tegenwoordig een slag om de arm geven. Maar speculatiekast. Ik heb me laten vertellen dat een van de redenen dat de zomeravonden in de Efteling niet meer tot middernacht duren, is omdat Symbolica het niet zo lang volhoudt. Ja, dat is onzin. Is onzin? Volgens mij kunnen die karretjes zo'n 20 uur achter elkaar doorrijden. Oh. Dit zal waarschijnlijk meer te maken met operationele kosten over het hele park gezien dan dat één attractie de boel verstiert. Ja. Dat lijkt me sterk. Die dingen zijn echt niet... Die hebben echt zo'n marge, dat kan niet. Het leek me ook al sterk, want bijvoorbeeld Walibi en Belgium met Challenge of Tutankhamon, dat ding is zo oud. Dat ding is al zeker 20 jaar oud. Ja, en die draaien ook het ook gewoon. Nog gewoon. Ja, ja, ja. Ja. Hmm. Nee, dus dat is dat zal niet waar zijn. Verwijzen wij naar het Rijk der Fabelen. Juist, Rijk der Fantasie. Rijk der Fantasie. Ja. Goed, nou. Dat was mij opgevallen deze week. Belangrijk nieuws trouwens nog. Je moet ons volgen op Twitter, @themetalknl, want het aantal volgers stijgt snel, maar dat kan nog iets sneller. @themetalknl op Twitter. En als je een iPhone hebt, een aantal mensen hebben dit vorige week gedaan, thank you. Dank u. Ga dan even naar de podcast-app, zoek naar ThemeTalk, abonneer daar in die podcast-app en laat even een recensie achter. Wat zijn de recensies eigenlijk? Want ik kijk dat allemaal nooit. Nou, die zijn best oké. Okay. Meestal 4 of 5 sterren, dus daar ben ik wel tevreden over. Doe wat voor. Ja. En we hebben ook Facebook en Instagram, maar daar doen we te weinig mee. We kregen afgelopen weken een beetje op onze kop van iemand op Twitter. Die zei, ja, wacht even, ga ik jullie volgen op Instagram. Ja. En dan gebeurt daar niks. Ja. Dus daar moeten we foto's op gaan plaatsen. Oké, dat is goed. Ik beloof dat ik daarmee begin deze week. Dat is goed, ja. En als je vragen, opmerkingen, trip reports, fanmail hebt, of je zegt gewoon nou wat Thomas net zei, klopt of audiofragmenten. Niet. Audiofragmenten mag ook. info@themetalk.nl is ons e-mailadres. En
Jij bent afgelopen week op pad geweest voor ons. Ja, klopt. Ik was woensdagochtend, stond ik om 10 uur op de stoep bij This is Holland in Amsterdam. Dat is als je bij het Amsterdam Centraal Station staat, ongeveer 3 minuten met de gratis pont. En dan sta je bij de nieuwste attractie van Nederland. Ja, het is niet van Nederland, maar in ieder geval van Amsterdam. Het is in oktober geopend en daar was ik voor het voorproefje van de EAS-beurs. Dat is de European Attraction Show eigenlijk. En de European Attraction Show, dat wordt georganiseerd door de IAPA. En de IAPA staat dan weer voor de International Association of Amusement Parks and Attractions. Nou, hele mond vol. Ja. Maar het gaat er eigenlijk om dat dat een club is met allerlei themaparken en thema-adventures en allerlei attracties die dus samenwerken. Mm-hmm. En die organiseren dus ieder jaar een grote beurs. De hoofdvestiging zit in Orlando. Nou, dat kennen we allemaal als het pretpark Mecca ter wereld. En de huidige voorzitter is Andreas Andersen. Dat is die man die ook de baas is van Liseberg in Zweden. Maar het is wel leuk, want IAPA bestaat dit jaar 100 jaar. Is opgericht in 1918. En dit keer houden ze voor de 14e keer hun EAS-beurs. En die wordt voor de 3e keer gehouden in Amsterdam. Dus ook voor de eerste keer dat die voor de 3e keer weer terugkomt in dezelfde plek. Dus blijkbaar heeft Amsterdam wat leuks. In Amsterdam, en het is van 25 tot en met 27 september. En is dat ook leuk voor ons niet werkzaam in de pretparkbusiness mensen om dat te bezoeken? Of zeg je, Als je echt een heel grote liefhebber bent en je echt de nieuwste trends wil zien in dat gebied, dan is het wel leuk. Ja. Alleen als je erheen wil en je bent geen ingewijder, dan betaal je wel gelijk een paar honderd euro als entreegeld. Ja, dat is vaak zo, ja. Ja. Maar is daar dan ook echt zijn echt demo's te zien? Staan er echt achtbaantreinen en dat soort dingen? Van alles. Er staan mini-achtbaantjes opgesteld, VR-experiences, kleine draaimolentjes, drukknopkastdingetjes, automaten, van alles. Dus van de kleinste kermisattractie tot de grootste nieuwe moderne technieken in de pretparkbeurs, die staan daar. In de pretparkwereld, die staan daar. Ja, en ik kan ook voorstellen dat het de bobo's. Ja, de echte alle, ja, je zijn, kunt met je handtekening je boekje kun je rondlopen. Want ja? Je kunt iedereen. Roland Mack kan ik daar zien? Ongetwijfeld. Ja zeker, omdat hij ook. Die is daar ook een tijdje de baas van geweest. Oh, zoals, ja? Zoals Andreas Andersen dat nu is. Ja. Is Roland Mack dat de hegdegachtige banen. Ja. Die is dat daar ooit geweest. En, het is niet echt een held van hoor, moet ik zeggen. Maar... Nou, jij zou met hem op de foto willen? Ik zou met hem op de foto willen, ja. Ja. Ik ben denk ik wel een grote fan van Roland Park. Ja. Ja. Ja, hij heeft het wel goed gedaan. Ik ben nooit in Europa Park geweest. Maar ik vind het attractie. Maar je kent zijn naam, ja. Zonder dat je er ooit bent geweest. Ja. Nou, dan weet je al wat voor status die man heeft. Wat voor icoon dat is, wat een held. Loopt Bob Iger daar dan ook? Ja, nee. Disney houdt zich meestal redelijk afzijdig van die beurzen, omdat het... Ja, Disney is gewoon de grote jongen, hè? Ja. Maar Fons Jurgens loopt er wel, van de Efteling. Ja. Ja, of Jaap den Bleeker, dat is dan een andere ontwerpcoördinator, of andere mensen van de Efteling lopen sowieso. Ja. En Plopsa staat er, en goed, alle andere parken die je kent, die staan daar wel. En Team Talk ook? Of, Ja, ongetwijfeld. Ik neem aan dat wij daar gewoon een paar microfoons in zetten. Nee, ik weet niet of we daar dit jaar heen gaan. Nou ja, als zo in de buurt is, we kunnen even kijken natuurlijk. Ik weet niet of ik kan. Jij werkt ernaast. Zo ongeveer. Ja, het is in de rij, toch? Het is in de rij, ja. Ja. En daar is het 2009 en 2014 ook al georganiseerd. En ook dit jaar wordt het groter en spectaculairder dan ooit. Ik heb hier het persbericht voor me. Er komen, het is op 13.000 vierkante meter, komen meer dan 500 exposanten. Dat zijn leisure, toerisme, entertainment en attractieprofessionals. Dat is de grootste bijeenkomst in Europa voor deze mensen. En het aanbod kent een enorme diversiteit en zal uiteenlopen van toegangs- en informatiesystemen. Mm-hmm. Dus ook dat soort praktische zaken. Ja. Tot achtbanen en andere attracties. Van decoraties tot de nieuwste snacks. Oh, ik ben erbij. Van opblaasbare attracties tot klimtoestellen. Van show- en filmapparatuur tot bewegende poppen. En van drankautomaten tot virtual reality. De beurs is niet alleen interessant voor attractieparken. En ook andere vrijheidsaanbieders kunnen zich hier informeren over de laatste ontwikkelingen en trends. Het creëren van een beleving is tegenwoordig niet voorbehouden aan attractieparken, maar is relevant voor allerlei vormen van vrije tijdsbesteding. Nou, pas geleden hebben we het nog over Centerparks gehad, hè, met thema-restaurants, dat klopt wel. Ja. De organisatie verwacht dan ook zo'n 12.000 bezoekers te ontvangen. Zo. Waaronder ook veel vertegenwoordigers van waterparken, zwembaden, dierentuinen, aquaria, speelpaleizen, musea, science centers, resorts, kermissen, winkelcentra, casino's, speelhallen, speeltuinen, festivals en andere publieke evenementen. Nou, wat een plezier. Zij kunnen zich daarnaast op de hoogte brengen tijdens de 80 uur aan workshops en seminars. Sprekers zijn experts op hun vakgebied en komen van vooraanstaande parken en organisaties. Aan de orde komen onder andere de laatste trends en ontwikkelingen op het vlak van technologie, marketing en communicatie, eten en drinken, veiligheid, entertainment, parkbestedingen, personeelsmanagement, waterparken en indoor speeltuinen.
Spannend. Wat een feest. Ja. De EAS Attractions, de Euro Attraction Show. Ja, nou, in september. Interessant. Ja, nou, daar kunnen we misschien naartoe dan, wij wellicht. Ja, nadenken. Ik neem aan als vertegenwoordiger van de Nederlandse Pretpark Podcast. Ja, moeten we dat toch namens onze luisteraars doen? Wij er bij de hoofdingang staan met een paar microfoons en op de rode lopen. Ja. Wie weet. Ja. Hoe belangrijk is zoiets nou, zo'n beurs? Is dat nou echt de plek waar dat soort pretparken echt hun nieuwe attracties ontdekken? Nou ja, kijk, attractiebouwer als Sierra en zo en Intamin, die staan er allemaal. Dus ik neem aan dat er achter de schermen wel wat wordt beklonken. Oh ja? Ja. Ja. Bijvoorbeeld de Symbolica, dat ritssysteem. Is daar ook gepresenteerd. Van ETF. ETF. Right. Dat staat daar ook. Dus ja, er worden daar zeker wel contacten gelegd en visitekaartjes uitgewisseld en telefoons opgeslagen. Ja. Dus het zal ongetwijfeld een rol spelen. En, maar dat blijft natuurlijk altijd in het ongewisse. Je kunt nooit zeggen van, die attractie hadden we nooit gehad zonder de IAPA-beurs. Dat kun je niet zeggen, maar ja. Ja. Van het een komt het ander. En de presentatie hiervan was in This is Holland. Daar ben jij geweest. Ja, klopt. Je was ooit bij mij geweest, bij de opening. Ja. Ja. Wat is nu je indruk? Vind je het al beter dan toen? Ik vind het beter dan toen. Ik heb niet dat er heel veel is veranderd. Er zijn wel hier nou wat stoelen bijgezet. Moet ik toch even introduceren voor wie het gemist heeft. This is Holland is een vliegsimulator. Die staat aan de noordkant van het IJ in Amsterdam. Het is eigenlijk een toeristische attractie. En daarin heb je een paar voorshows. En dan heb je de hoofdshow waarin je in een vliegsimulator stapt. En dan vlieg je over Nederland heen. Allerlei bekende plekken in ons land. Ja, je hebt natuurlijk... Ik was wel in de indruk toen de eerste keer dat ik erin ging. Ja, je hebt natuurlijk andere dingen als Madame Tussauds en de Amsterdam Dungeon. Dus er zijn allerlei toeristische attracties in Amsterdam. Ik geloof zo'n 300. Dus degene die daar die een dagje Amsterdam komt doen, die heeft natuurlijk heel veel manieren om zijn euro te spenderen. Dus het is een nieuwe speler op de markt, maar ik vind het wel echt een heel goeie. Ja, je hebt het nu voor de tweede keer gezien. Je bent ondertussen ook nog een keer in Volatarium geweest, nog niet zo lang geleden. Dat is ook een nieuwe vliegsimulator. Als je het zou moeten vergelijken, welke is beter? Puur technisch gezien, ja? Qua storytelling, denk ik Volatarium. Maar met de aandacht die er wordt gericht op Nederland, met de opbouw, met de muziek, denk ik dat ik This is Holland een betere beleving vind voor mezelf. Oh ja? Maakt een grotere indruk op me. Neemt mij veel meer mee op die vliegtocht dan wanneer ik met de gebroeders Eulenstein meevlieg in Volatarium. Wat overigens ook een schitterende attractie is. En Soarin' in Amerika is ook een geweldige attractie. Dus zijn allemaal heel mooie attracties. Maar ik heb This is Holland nu op één dag twee keer gedaan. En ja, ik vind het niet zozeer qua techniek of zo. Ja, je kent het. Alleen ik vind het gewoon heel mooi hoe je dan zo over die Weidse velden vliegt van de Nederlandse tulp. Maar dat je ook grote steden herkent. Dat je even stilhangt bij de Erasmusbrug met die mooie violen die dan aanzwellen. Met vliegtuigen die doorheen vliegen, over Schiphol ga je. Je kent het gewoon. En dat vind ik, dat raakt mij het meeste dan wanneer ik over Europa vlieg in Volatarium. Of over Californië in Soarin' 1. Of over allerlei andere hoogtepunten van de wereld in Soarin' 2. Ja, ik deed wel echt wat met. Ik vond het heel erg goed en aangrijpend en mooi. En dat vond ik niet alleen, want ik zat tijdens mijn vlucht naast een dame die uit Amerika kwam. En ze was tijdens de voorshows, die op een hilarische wijze worden gepresenteerd door Peter Lussen. En tijdens die voorshows was ze al een beetje angstig aan het rondkijken van, oh, my pacemaker, oh. En ze vroeg ik iedere keer aan personeel van, is the flight now? Are we flying yet? Ze wilde er wel heel graag in, want ze wilde graag meemaken hoe het precies was. Maar ze wist niet wat het ging doen met haar pacemaker en met haar ervaring. En het personeel, dat overigens echt heel erg gastvrij en leuk is daar bij This is Holland. Ja, die jongen die was haar wel aan het overtuigen van, nou mevrouw, u kunt er gewoon instappen. En als u het echt te kwaad hebt, dan kunt u met uw armen zwaaien. En dan zien we dat en dan zetten we hem stil. Maar als u echt twijfelt, ik zou het doen. En ik heb haar ook verteld, ik zat ernaast en ik had hem al gedaan natuurlijk. Ik zei nou, het is vooral heel erg mooi. U kunt gewoon instappen, u kunt gewoon naast me zitten. Als u het eng vindt, dan knijpt u maar aan mijn hand. Maar het is een heel mooie beleving. U ziet Nederland in 10 minuten. En het is, ik denk dat u het heel erg mooi gaat vinden. Nou, alright. Dus ze ging hier zitten. En haar man, die ook zeker senior was, die zat ernaast. In ieder geval was het ook maar, vond het ook allemaal niks. Want die was ook bang dat zijn vrouw het helemaal eng ging vinden. Maar op het moment dat we wegvlogen en dat we zo over die Nederlandse tulpenvelden doken en die geuren roken en die regen voelden. Oh, ze zat echt te genieten. Ze zat echt, oh, this is marvelous, wonderful, no, awesome. Nou, ze zat bijna te huilen in haar zitje en ik zat ernaast. Ik dacht, oh, ik was helemaal trots. Ja. Trots, ik was echt trots. En ze was toen het klaar was, zei ze, ah, this is the best thing I saw. Dus het was echt het mooiste wat ze de hele trip had gezien.
Ze was ontzettend... Ja, ze wilde jubelend naar buiten lopen. Ze wilde nog een keer... Ja, ze vond het helemaal geweldig. Dus ja. Ik was een blij man. Ja. Nou, cool. Ja. Mooi. Ja, This is Holland. Ik wil van This is Holland naar This is California. Mm-hmm. Disney's California Adventure. Het tweede park ook het, staat overigens. Ja. Ja, klopt. Ja. En dat is het tweede park van het Disneyland Resort in Californië. Daar had je altijd Paradise Pier. Dat was een pier met een... met een zo'n California Boardwalk-themed pier, weet je. En daar had je al de attractie Toy Story Midway Mania. Ja. Maar dat is nu omgebouwd naar Pixar Pier. En dat is open gegaan, 23 juni, een paar dagen geleden open gegaan. En daar wil ik het toch even met je over hebben. Want er zijn een aantal attracties verbouwd. Of hebben een nieuw thema gekregen. Er is een hoop nieuwe horeca gekomen. En de eerste reacties zijn een beetje dat je gematigd, denkt... Gematigd, oei. Ja. Dat is niet best. Hmm. Disney, dat is niet best. Wat ik jammer vind, want het is best wel een mooi park nu. Ja. Maar de laatste veranderingen, hè, de Twilight Zone Tower of Terror is omgebouwd tot Mission Breakout. Ja, dat wat vind er ik aan zelf... de buitenkant niet uitziet, maar nee. Aan de binnenkant blijkbaar beter is wat jij zegt. Ja, heb ik al gezegd, dat vind ik een hele goede attractie geworden, ja. Ja. Maar als ik dan... Maar dit is weer een beetje een dompertje dan. Ja, nou, de Incredicoaster, dat was eerst California Screaming. Dat is een gelanceerde Intamin achtbaan. Een mooie achtbaan, moet ik zeggen. Ik ben er zelf dus, dat heb ik vorige keer al verteld. Ja. De enige keer dat ik erin ging, ben ik eruit geëvacueerd. Dus ja. Ik kan niet helemaal de ritervaring En pas geleden was hij dicht natuurlijk. En pas geleden was hij dicht, want hij werd verbouwd tot Incredicoaster. Dat betekent dat we nog een keer terug moeten, Maurice. De reacties daarover zijn... Maar leuk, en in die tunnels, zitten een aantal tunnels in die attractie. Daar zie je nu dus die figuur uit Incredibles. Ja. Waarbij dan wel opvalt dat er heel veel dialoog zit in het geluid. Dus je hoort heel veel mensen praten. Maar die poppen, die zijn statisch. Dus dat is dan toch een beetje gek. Hmm. En je zou denken, door de hoge snelheid valt dat niet op. Maar wat ik nu meekrijg van de reacties, ja, merk je dat toch. Is toch een beetje een mislukt want effect. Want dat zijn geen projecties of zo? Of dat nee, zijn, dat zijn gewoon... Dat zijn gewoon houten platen? Nee, geen houten platen. Dat zijn... je gaat natuurlijk snel, dus die poppen zijn helemaal lang gerekt. Waardoor het net lijkt alsof ze met je meegaan. Maar dat is... Die illusie schijnt wel oké te zijn. Maar het feit dat ze er ook bij praten, maakt het dan weer heel nep, blijkbaar. Oké. Dat is in ieder geval wat ik meekrijg van op de sociale media's. Dan heb je dat Mickey Mouse wiel. Daar zat godzijdank Mickey Mouse nog wel op. Oh. Maar dat is dan nu de Pixar Pal Around. En eigenlijk het enige thema wat er is dat alle bakjes van dat reuzenrad hebben een sticker gekregen van een Pixar figuur. Okay. Ja, dat is toch wel een beetje makkelijk, hè? Ja. Ja. Dus zit je in een bakje met die rat van Ratatouille of zo? Ja, bijvoorbeeld. Die heeft dan een eigen karretje, een eigen bakje. Oh. Daar is wat comment. Overigens is dat wel een leuk reuzenrad trouwens, want dat is een reuzenrad. Maar ook nog zo een, kan je kiezen of je wil gewoon de buitenste karretjes, dan heb je reuzenrad. Maar de binnenste karretjes die doen, die gaan die vallen een stukje naar beneden of zo. Ja, precies. Ja. Ja. Dat is wel gaaf hoor. Wat ontzettend eng schijnt te zijn. Dat is best freaky, ja. Maar dat is nog steeds in de nieuwe Pixar Pal Around. Maar dan is het opvallend, dit gebied is gewoon niet af. Dat is ook eigenlijk het commentaar wat je overal krijgt. Het is niet af. Er zijn nog, bijvoorbeeld in die Incredicoaster zitten nog stukken waar gewoon geen thema is. Waar het wel de bedoeling is, want staat ook op de concept art. Maar het is er nog niet. Ja, moest nog geverfd worden geloof ik ook. Er waren hele stukken baan die nog gewoon kaal en lelijk waren. Ja, die nog geschuurd zijn. Er is een draaimolen. Die had een andere naam, maar dat wordt nu Jessie's Critter Carousel. Weet je, Jessie uit Toy Story. Gaat pas in 2019 open. Niet dat hij een maand later open gaat of zo. Nee, 2019. En dat is ook een beetje de commentaar die ik overlees. Van ja, weet je, er staan op sommige plekken nog schuttingen. Die horecatentjes was de verf nog nat de eerste dag. Dat je echt denkt, is dit nou Walt Disney of is dit... Disneyland Parijs. Maar dat was een beetje de commentaar die kwam. En er was een opvallend stukje kritiek. Waar Disney wel meteen op ingespeeld heeft, dat is het volgende. Er was een Twitterbericht, ik pak hem er even bij, want ik wil niet, ik wil het goed voorlezen. Er is iemand die twitterde dat de Lamplight Lounge, dat is een van de horecapuntjes in dat themagebied. Overigens een prachtig horecapuntje, want dan zit je echt op zo'n veranda aan het water. Mooi uitzicht. S'avonds heb je dan de show World of Color, die overigens ook nog niet terug is. Die is nog niet terug. Die is ook nog niet terug. Nee, dat is waar, ja. Want een vriend van mij die gaat deze zomer naartoe. Ja. En die las dat de shows van World of Color, dat die tot eind van deze zomer gewoon niet spelen. Nee, in verband met deze verbouwing. Maar ja, dan is het gebied open en dan zou je denken, dan gaat die show toch weer spelen. Ja. Niet dus. Maar goed, anyway, de Lamplight Lounge. Er was muziek te horen van ene Pogo. Nou ken ik die meneer niet, maar meneer Pogo die schijnt remixes te maken van Disney liedjes. En die staan op YouTube en is heel populair. Ja, ja hij kent zijn muziek wel. Hij heeft de remixes gemaakt met, dan pakt hij soundfiles van de film. Mm-hmm. En van de muziek. En dan gooit hij allerlei beats en allerlei andere lijntjes onder. En dan krijg je een soort hallucinante varianten van de muziek die je al kent. Maar dan met een
dromerig lounge-sessie-achtig sfeertje. Dus dat past in principe prima bij zo'n lounge. Ja, nou die muziek werd daar gespeeld. En toen twitterde Matthew Gottschula. Dat is een Disneyland-journalist, zou ik maar noemen. Dus iemand die heel veel schrijft dat over Disneyland. Dat kan gewoon daar, hè? Die is gewoon Disneyland-journalist. Ja, die voor mij is het echt zijn werk. Dat hij echt constant schrijft voor de lokale media daar over wat er gebeurt in dat park. En hij tweette, en sorry voor mijn taalgebruik, maar dat past even bij het onderwerp. Fuck that shit. Sorry voor mijn taalgebruik. I want Disneyland and everyone else to know that he is a racist, homophobic, misogynistic asshole. And please, dear God, do not play his music. Wat is het verhaal? Deze meneer Pogo heeft ooit een video opgenomen. Waarin hij vertelt dat hij nogal een afkeer heeft van mensen die homoseksueel zijn. Dat vertelt hij ook uitgebreid. En even later heeft hij ook ooit nog eens een keer ergens te lopen opgemerkt dat hij die aanslag op die Puls nachtclub in Orlando. Oh, Orlando, ja. Dat hij dat wel verschrikkelijk vond. Maar ja, het waren wel homoseksuelen die afgeknald werden. Dus dat vond hij dan toch minder erg of zo. Zo'n echte, totaal uit de bocht gevlogen opmerking maakte die. Oh. Belachelijk natuurlijk. Nou, wat is er nou vanmiddag gebeurd op Twitter? Die Matthew Gottschula, die twittert dat. Dan gaan er een aantal mensen gaan daarop reageren. Dat gaat dan als een lopend vuurtje lopen. En dan komt er een oproep van jongens, stuur een berichtje naar Disney dat dit moet stoppen. Nou, wat is er nu gebeurd? En dat is even later. Ik heb hier een screenshotje. Disneyland doet in de DM terugsturen naar iemand. Thanks for bringing this to our attention. Tracks by this artist have been removed from the playlist at Lamplight Lounge. Zo, dezelfde avond nog. Dezelfde dag nog. Een paar uur later. En dat is best. En iemand twittert ook van zo. Ik ben onder de indruk, want normaal is Disney Parks een groot bedrijf. Resorts is ontzettend traag en stroperig. Ja. Log organisatie, ja. Maar dit is dus binnen een paar uur is dit geregeld. En de muziek van deze idioot, deze rare vogel, dat is gewoon weg. Gewoon klaar. Ja, jeetje. Nou, ik weet dat hij bij de opening van World of Color, dat hij toen een remix had gemaakt. En die werd toen uiteraard groot door de speakers afgespeeld. Maar dat... Nee, dat doen ze dus niet meer. Deze man is echt uit de gratie. Jeetje. En terecht ook. Kijk, ik kan me best voorstellen dat als iemand een keer iets geks zegt of doet, dan kan je zeggen, oké, niet meer doen. Maar deze man heeft heeft een reeks van dingen en echt veel te vergaande opmerkingen. Ja, gewoon diep gewortelde haat tegenover homo's. Ja, en dan is het wel goed dat zo'n Disney zegt. Ja. Wij willen hier niks mee te maken hebben. En jouw muziek staat ook niet meer op onze playlist. Nee. Ik vind er om twee dingen raar. Ten eerste, je muziek draait in Disneyland. The gayest place on earth. Ik bedoel, volgens mij is er geen enkele werkgever die zoveel homo's aan het werk zet als Disney. Wereldwijd? Ja, precies. Ja, dus de entertainmentwereld, dat stikt het van de homo's. Ja, nee, dat is, okay. Dat is een wereld die zit vol met dansers en acteurs en Peter Pans en weet ik veel. Dat zijn volgens mij, dat zijn de mensen die bij Disney gaan werken. Ja, ja. En ten tweede, als je dan zulke opvattingen hebt, nou, dat is natuurlijk sowieso wel erg raar, maar ga dat dan niet als bekend icoon openlijk ventileren. In een YouTube-video. In een YouTube-video, ja. Knettergek. Zeer takloos en beetje raar. We blijven nog even bij Disney. Ja. Want jij had vanmiddag, wij appen altijd vooraf even, joh, wat gaan we doen in Theme Talk? En een van de onderwerpen waar jij het over wilde hebben, en dan citeer ik eventjes. Prijzen, restaurants, Disney met auto nieuw, schandalig duur. Ja. Oh, Maurice, nee, ik zou nooit zeggen prijzen zijn duur, want dat is... Het staat hier, die heb je mij geappt. Maar goed, maakt niet uit. Prijzen zijn duur. Prijzen, restaurants, Disney met oud en nieuw, vraagteken, schandalig duur. Oh ja, dan bedoelde ik het als twee losse zinnen, want prijzen kunnen niet duur zijn. Nee, die zijn hoog. Tenzij je prijzen koopt, zoals Slagharen in het verleden deed, dan zijn prijzen heel duur. Wacht even een zijspoor. Slagharen in het verleden deed, wat deden die dan? Prijzen kopen, awards kopen. Echt waar? Ja joh, die prijzenkast die stond vol met allerlei onzin awards. Awards van beste pretpark van Nederland. Ja, maar die onzin dingen, dat kan niet anders dan dat... Scheef liep. Net zoals dat wij de beste pretparkpodcast van Nederland zijn. Ja, maar dat is gewoon een voldongen feit. Ja. Oké, maar even door. De prijzen van restaurants met oud en nieuw in Disneyland Parijs. Wat is het? Schandalig hoog. Ieder jaar kun je oud en nieuw vieren in Disneyland Parijs. En daar kun je natuurlijk uitgebreid gaan eten. Mm-hmm. En de prijzen van de reguliere restaurants worden op die dag, of tenminste op die dag van oud en nieuw, worden die schandalig omhoog gegooid. En niet dat je dan zegt van, oh, dus je moet een tientje of 20 euro extra betalen. Nee. Je betaalt gewoon echt vaak het tienvoudige zelfs van wat je oorspronkelijk zou betalen als je met oud en nieuw lekker wil gaan eten bij Disneyland in Parijs. En jij hebt de prijzen nu voor je. Ja, je hebt zeg maar verschillende shifts om 7:30 of 9:30 of 9:30. En zo kun je bij Waltz,
gaan eten, waar ik nog vorige keer over heb gehad. En als je om 6:30 wilt gaan eten, ja, als volwassene, betaal je €269. Voor een driegangen menu? Voor een menu. €269. Dat is als je om 6:30 wilt gaan eten. Per persoon, hè? Per persoon, ja, ja. Niet per gezelschap, per persoon. Als je om 8:30 wilt gaan eten, 2 uur later, betaal je €289 per persoon. Als je om 9:30 wilt gaan eten, een uurtje later, betaal je €309 per persoon. Dat is toch niet normaal? Dan krijg je met bladgoud ingelegde printerinkt of zo. Ik heb geen idee, wat krijg je dan? Hoezo is dat zo duur? Ja, vraag en aanbod. Ja, oud en nieuw. Ja, park zit vol. Maar dat is dan toch... Dat is wel bizar. Het is overigens niet de eerste keer, hoor, want de afgelopen jaren maar ook. Maar dit zijn duidelijke prijzen. Ik vraag me af of dit vol zit dan. Ja, dat moet haast wel. Dat is bizar, ja. Dit kan toch ook niet? Maar goed, het is wel Waltz, hè? Dat is een van de betere restaurants van Europa, heb ik me laten vertellen. Ja, want je hebt ook het Disneyland Hotel. Als je daar wilt gaan eten, bijvoorbeeld om bij half Inventions 7. Of zo? Of, Ja, nee, de California Grill. Oké. Okay, dat is table service ook. Als je om 6:30 gaat eten, betaal je per persoon €349. Als je om 9:30 wilt gaan eten, betaal je €469. Oké, okay, maar wat wilde je hier nou precies even kwijt? Want dat is natuurlijk voorkomen terecht dat, ja, dat, dit, dat ja, een bedrijf dat zegt van... Nou ja, mensen willen met z'n allen hier eten op die avond. Dit zijn onze prijzen. Ik zie hier staan, als je wilt gaan eten bij The Founders Restaurant, mm-hmm, betaal je €1,010 per persoon. Wat? Waar is dat? Dat is... De Founders Restaurant. Waar is dat dan ergens? In Disneyland Hotel. Ik had er nooit van gehoord, maar je betaalt per persoon €1,010. Nee, mag je, dan mag je het eten van een slaaf af eten. Dan komt er een slaaf op je tafel liggen waar je het eten vanaf mag halen of zo. Dat kan niet kloppen. Ja, oh. Nee, Inventions, waar je net over had. Als je daar gaat eten om 9:30 betaal je €409 per persoon. Hm. Dat is wel aan de prijs, ja. Je hebt ook in het park zelf, kun je ook lekker eten, bij Plaza Gardens Restaurant. Ik zit daar even te kijken, maar ik zie... Als je daar gaat eten om 9:30, dan betaal je €289 voor een buffet. Ik zit even te kijken wat de TripAdvisor is voor dat Founders Restaurant, maar dat kan ik er 1, 2, 3 niet vinden. Maar oh, jeetje, wat een prijs, joh. Je hebt ook Agrawa Café in Adventureland, daar betaal je als je om 8:00 wilt gaan eten, of om 7:00 betaal je €289. Ja. Oh, en om 9:00 ook. Dus je betaalt om 7, 8 en 9:00 betaal je €289 per persoon. Maar nu we toch over eten in Disneyland Parijs hebben. En jeetje, gaan we wel weer stoppen met Disneyland Parijs afzeiken, hoor. Maar ja, ik wilde afgelopen week wilde ik een restaurant reserveren voor komende zaterdag. Dat is Electroland, mm-hmm, een groot dancefestival in het park. Zaterdag 30 juni. 30 juni. Ik wilde daar vorige week voor reserveren. Dus 2 weken voor dato. Ja. Nou, geen enkel table service restaurant had dit plek. Nou, is vol. Dat, ja, maar dat is toch in... Ja, Orlando trouwens niet. Daar kun twee je bij... weken vooraf. Ik kon niet meer bij Inventions terecht. Ik kon niet meer zelfs bij Plaza... Dat zijn de buffetten, hè? Plaza Gardens. Ja. Ik kon niet meer terecht. Ik kon alleen bij een restaurant in een hotel kon ik terecht. En dan niet eens het Disneyland Hotel. Maar dan... Of bij in New York, Hotel New York en Newport Bay, weet je wel. Ja, ik wil zeggen, in Orlando is dat ook. Maar dat is niet zo. Want dan kun je inderdaad bij Be Our Guest kun je niet meer reserveren. Maar bij de... Bijvoorbeeld dat buffet restaurant in Epcot of zo. Daar kun je altijd nog maar reserveren. Ja, weet ik wil zeggen, dat moet altijd wel lukken. Ja. Ja, jeetje. Dat is wel heftig. Ik vond het heel raar. Gewoon met z'n tweeën gewoon een klein restaurantje, dat kon gewoon niet meer. Nee, ging echt niet meer. Nee. Is toch gek? Ja. Wat ga je nu doen dan? Ga je brood meenemen? Ik denk dat ik brood ben gaan nemen. Of toch ergens in de rij aansluiten dan. Maar dat is het probleem. Je moet, want het is natuurlijk de Electroland, dus je moet nog heel de nacht door. Dus ik dacht, nou ja, het is toch wel prettig als je rond eten zet even ergens goed kan zitten en een goede maaltijd kan nuttigen. Ja. En dat je niet bij Hyperion Café 3 kwartier in de rij moet staan. Maar goed, helaas, het gaat toch gebeuren, want ik kan niks. Of een boterham meenemen. Of Fabiano's. Ja, Five Guys, voordat je naar binnen gaat. Five Guys word ik altijd ziek van. Ja, ik vind dat, ja, dat is ook nog zo'n dingetje. Dat staat bekend als, nou, daar moet je ook heerlijk eten. Maar dat vind ik bij Five Guys, vind ik het, de hamburgers vind ik ontzettend zout. De friet vind ik heel erg zout. Ik vind het ook ontzettend duur. Milkshake vind ik wel lekker, maar dat vind ik ook een beetje scheef. Ja, het lijkt wel alsof we alleen maar negatief zijn over Disneyland Parijs. Ik wil er heel graag positief over zijn, maar iedere keer is het toch weer zo'n middelvinger. Zullen we naar de mailtjes gaan? Dat is goed. We hebben nogal wat mailtjes gekregen namelijk. We hebben hier een mailtje van iemand die anoniem wil blijven. Oh. Dat is ook een dingetje. Iemand dat die mag, zegt, als je interessante mails wil toesturen, maar je bent bang van, oh jee, dan word ik er op mijn werk bij aangekeken. Ja. Of krijg ik een paardenhoofd in mijn bed of zo, dat geen probleem. Ja, dus als je ergens werkt of zo. Ja. Je moet wel even je eigen naam eronder zetten, want we willen graag controleren of het klopt. Ja, of even contact opnemen als we meer willen weten. Maar zet er even bij dat je wil dat je naam houden journalistieke houding hoog. Dus we dus zullen iemand die, bronbescherming.
die zegt... hij is nogal kritisch op dierentuinen. Hij zegt, het was heel goed dat jullie dolfinarium hebben behandeld. Als dierentuinliefhebber kan ik dat natuurlijk alleen maar toejuichen. Er is veel te doen geweest om de dolfijnrukker die te zien was in de Rambam-uitzending. Ja. Maar het is nog veel erger dat Aspro dit park aan het verkrachten is sinds de overname. Aspro Parks is de eigenaar van Dolfinarium. Ja, hij hoort ook geluid dat sinds dit jaar het enigszins aan het opkrabbelen is met betrekking tot bezoekersaantallen. Maar hij heeft nog een veel interessanter verhaal. Heel lang verhaal. Hij heeft het over het houden van dolfijnen. Ligt echt onder vuur in Europa. Hij is ook heel erg benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen van Dolfinaria. En natuurlijk speciaal met interesse in Harderwijk. Maar hij zegt nog steeds van, het is een van de mooiste zeezoogdierenparken van Europa. Maar hij zegt, leuk om misschien te weten is dat het park in 2001 is overgenomen door Compagnie des Alpes. Maar dat de Efteling rond die tijd interesse had in het Dolfinarium. Mede dankzij de al wat veranderende publieke opinie rondom het houden van dolfijnen is dit al in een vroeg stadium afgeketst. Efteling, eigenaar van Dolfinarium. Deze man heeft blijkbaar, die kent het reilen en zeilen van deze organisatie goed. We hebben het wel over 2001, hè? Dus dat is 17 jaar geleden. Maar dat blijkbaar, en toch vanuit Kaats heel veel destijds interesse was, van misschien kunnen we iets doen met dat park. Maar het is uiteindelijk niet doorgegaan. Nee, misschien maar goed ook, want dat had dan nu weer zijn weerslag gehad op het huidige park. Ja. Dan stonden die actievoerders ook bij de hoofdingang van de huidige Efteling met ga niet naar Dolfinarium, want dat is allemaal één dezelfde pot nat. Ja, toch is het wel, ik denk wel dat Dolfinarium ooit qua bekendheid op één lijn stond met de Efteling in Nederland. Of in ieder geval dat in de buurt denk kwam. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, en dat nu toch een stuk minder is. Zeker ik denk dat ik bekend, ja, zo op die manier. Ja, ik denk dat Imago inmiddels ook aardig wat klappen heeft gehad. Zeker. Maar vroeger was het nog, wat wil je laten worden? Oh, waar later wil ik met dolfijnen zwemmen? Ja, want jarenlang was het meest geliefde beroep droombaan onder jongeren, toch? Ja, droombaan nummer 1, ja. Ja. Hij zei ook nog wat over Boudewijn, dat het daar helemaal niet zo slecht ging, was wat ik vorige week zei. Ja, we hadden gezegd, jullie opmerking dat Boudewijn Sea Park slecht draait, is ook niet geheel terecht. Dit park draait al jaren stabiel en winstgevend. Oh. De nieuwe show die dit jaar te zien is in het Dolfinarium daar, is educatief een van de betere shows die momenteel te zien is. Ik neem mijn woorden met alle liefde terug. Goed. We hebben nog meer mailtjes gekregen van iemand die zichzelf Dutch Coasters noemt. Dat is een fan, die reageert vaak op onze uitzendingen. Hij zegt, beste Maurice en Thomas, ik wou nog even mijn mening aanvullen over het nieuwe Laplace restaurant in de Efteling. Want toen ik het voor het eerst zag, leek het meer op een mortuarium in aanbouw dan op een pretparkrestaurant. Dat is een goede grap. Als het aan mij zou liggen, dan gaat dat gebouw in de geschiedenisboeken in als het lelijkste gebouw van de Efteling. Zijn we het daarmee eens? Nah. Hij zegt zelfs Pandadroom is nog mooier. Daar ben ik het niet mee eens. De achterkant van Pandadroom is echt heel lelijk. De achterkant van Pandadroom is wel lelijk, ja. Maar dan moet je ook de achterkant van de Laplace mee gaan nemen. Ja. Ik weet niet hoe die eruit ziet. Nee, maar die is niet zicht. Wat ik bedoel? Ik vind die oliebollenkraam ook niet zo mooi. Maar wat is het lelijkste gebouw van de Efteling? Dat vind ik een goede vraag. Dat vraagt hij niet hoor, maar dat is wel leuk om hier aan te verbinden. Misschien Jokies Wereld nu. Is ook niet mooi, hè? Nee, dat is niet mooi. En wat ik ook heel lelijk vind is als je dan van het Anton Pieckplein afkomt, het bijna perfecte Anton Pieckplein, dan heb je inderdaad voor je dat Jokies Wereld, maar dan links van je dat die kantoorvilla die daar staat. Ja, of sowieso op het Anton Pieckplein. Aan de linkerkant heb je zo'n rare, dat is ook heel raar. Zo'n golfplaten, raar uitsteeksel. Maar dat vind ik niet, dat is een minpuntje. Dat vind ik niet lelijk. Ja. Lelijkste gebouw in de Efteling. Moeilijk. Nou, goed zoeken. Vroeger vond ik het Witte Paard lelijk, maar dat vind ik tegenwoordig niet meer lelijk. Ja, ze zijn opgeknapt door Sander de Bruin. Ja. Is er eentje. Ja. Heeft hij zelf gedaan. Hij is hier heel lang mee bezig geweest. En zo. Ja. Er zit een heel verhaal achter, hè, bij het nieuwe Witte Paard. Wist je dat? Ja, nee. Ja, het gaat over een pauw en over paarden. Ja, ik weet niet meer hoe het precies ging, maar dat zal ik een keertje uitzoeken. Zullen we dat voor de volgende aflevering? Ja, volgende aflevering ga ik dat verhaal even vertellen. Ik ga even door met het mailtje van Dutch Coasters. Ik zou het nog eerder in Drievliet zien, dat restaurant dan, dan hier in zo'n prachtig park als de Efteling. Het ziet er niet uit. En je kijkt er ook meteen naar als je binnenkomt in het park. Ja, dat zei ik al. Naast het toekomstig mortuarium staat ook echt het allermooiste toiletgebouw van heel Europa. Die mooie, grijze, smaakvolle stenen zijn echt iets waar je over naar huis moet schrijven als je in Efteling bent geweest. Oh ja, om niet te vergeten ook nog de Hollandse gebakkraam, die gethematiseerd is naar algen en vogelpoep. Maar wat vinden jullie er nou echt van? Nee, dat hebben we eigenlijk al vorige week al gezegd. Ik vind het heel erg mooi. Ja. Ik vind me totaal niet in de woorden van Dutch Coasters. Oh. Dutch Coasters, dankjewel voor je mailtje. Heb jij nog een update over de date van Jimmy? Ja, Jimmy Janssens die heeft ons pas geleden gevraagd of wij een shout-out wilden doen. Hij wil namelijk naar Europa Park, wat ik me goed kan voorstellen. Alleen daar verzoekt hij nog een reismaatje, want zijn huidige reisgenootje heeft de boel vanwege financiële redenen stopgezet. Wat heel jammer is, want Jimmy wil alsnog graag naar Europa Park toe. En hij heeft daarvoor een oproep gedaan dat hij iemand zoekt, man dan wel vrouw,
om van 10 tot en met 16 augustus naar Europark te gaan. En we hebben wat interesse gekregen. Ook mensen die met hem gesproken hebben. Maar er was wat onduidelijkheid over het precieze, de achtergrond van het tripje. Ik ga het even voorlezen. Vrijdag 10 augustus, zegt Jimmy, komen we aan rond 3 à 4 uur 's middags. En dan mogen we het park in tot lunchtijd. Dan is er een afterpark lounge vanaf 8 uur 's avonds. We zijn vrijdag rond 4 uur, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in het park. Ik heb Hotel Colosseo een kamer standaard plus geboekt. Dat is een mooi uitzicht op de show. Prachtig. Aan het hotel die elke avond met mooi weer wordt gespeeld. En we hebben dan 6 nachten, inclusief ontbijt, zwembad en sauna en park voor ongeveer €900. Dat vind ik vrij aan de prijs. Ik vind dat ook best wel duur, ja. €900, maar joh. Het is ook vrij lang. Ja, het is, en het is ook in het hoogseizoen, augustus. Hoogseizoen, het is met een heel mooi hotel. Het is met uitzicht op de watershow. Ja. Ja, dat was ook het punt waardoor zijn oorspronkelijke reisgenoot en nu ook wat andere mensen vroegen van, ga ik dat doen? Ja, die €900. Ja, is aan de prijs. Nou, mocht je nog interesse hebben, dat kan. Als je de loterij gewonnen hebt, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Laat het ons even weten. info@themetalk.nl. En dan brengen wij je verder in contact met Jimmy Janssens. Ja, ja, ik vind dat we dit gewoon elke week moeten we dit gaan. Ja, ik hoop echt dat iemand een keer ja zegt. Dat zou toch gaaf zijn? Ja, dan hebben wij dat. Dit is gewoon elke week even dit update. We gaan gewoon zorgen dat Jimmy gewoon met iemand gezellig naar Europa Park kan. Ja, ik moet dus nog naar Europa Park. Nou, heb ik ook beloofd. Thomas, week, ik ken iemand die er naartoe gaat van 10 tot en met 16 augustus. Ik kan dan niet. Oh, en dat is ik wil dat toch ook op eigen gelegenheid toch doen. En ik vind €900 toch best duur. Ja, dat is. Om een kamer te delen met iemand. Ja. Nou, wie weet kun je een soort pre-date voor organiseren. Ja. Dus een dagje Efteling of zo. Of een ander dagje Europa Park. Ik heb nog één bericht. Hm. Dan gaan we alweer richting het einde van deze aflevering. Ja, want we zitten alweer rond het uur, denk ik. Hè? Ja, niet? Zoiets. Ed Wonderwachters twittert. Hoi beste heren van Theme Talk. In jullie nieuwe aflevering 23, dat is eigenlijk van 2 weken terug, hebben jullie het over Symbolica. Er wordt beweerd, door jou, Maurice, dat er geen storytelling bij Symbolica is. Dat is niet waar. Het verhaal gaat als volgt. Je gaat op audiëntie bij de koning, maar Pardoes brengt daar verandering in door je mee te nemen naar verborgen ruimtes van het paleis. In de wachtrij wordt je door OJ punctueel duidelijk gemaakt dat je op audiëntie gaat bij de koning. Eenmaal aangekomen in de voorshow wordt ons weer duidelijk gemaakt dat we op audiëntie gaan. Tot Pardoes komt en ons meeneemt. Ja, dat is wel waar wat deze jongen zegt. Het verhaal is daar wel heel duidelijk. Hij heeft daar gelijk in. Het is alleen zo dat ik denk dat de doorsnee bezoeker dit niet gelijk doorheeft. Nee. Want in de wachtrij wordt inderdaad gezegd van, u gaat zo meteen op audiëntie bij de koning. U zult alleen deze zaal zien. En dan zie je nog een plattegrondje van het paleis met daarop andere ruimtes aangegeven. Die je dan zogezegd niet zult gaan bezoeken. Maar natuurlijk, oh jee, vanwege Pardoes ga je er wel naartoe. Ja. Ja, ze hebben in zekere zin gelijk. Het is aan de andere kant wel zo dat ik denk dat het hele verhaal niet duidelijk genoeg is. En dat is denk ik een beetje wat ontbreekt bij Symbolica. Het is een prachtige attractie, effecten zijn mooi, muziek is mooi, ritssysteem is mooi. Alleen het cruciale basiselement, namelijk het verhaal, dat is wat voor veel mensen denk nou, ik. Nou, tot aan dat je instapt in je fantasievaarder, is het verhaal eigenlijk best duidelijk. Ja. Je gaat de audiëntie, dat wordt wel duidelijk verteld en dat de Pardoes dat onderbreekt, dat is ook duidelijk. En dat OJ punctueel het daar niet mee eens is, dat is ook duidelijk. Maar vanaf dat moment, tot aan het moment dat je eigenlijk weer de troonzaal in... daadwerkelijke zaal inderdaad ingaat. Ja, en dat je OJ punctueel weer hoort van te laat. Ja. Alles daartussen is het totale paddo LCD-trip en onduidelijk en vaag en waarom ben ik hier? Ja, maar dat is inderdaad het hele heikele punt. Wie is die tovenaar? Ja. Want ik dacht dat Pardoes de trap open toverde met trage treden open. Ja, maar dat deed hij ook. Dat ja, maar die ook. Kan dus ook toveren. Maar die is ook nog een tovenaar. Ja, maar die tovenaar die is daar gewoon toevallig aan het werk. Dat is, die heeft daar zijn werkkamer. Ja, nou, ja, het observatorium. Storytelling, weet je wel? Ja. En wat zijn die vlinders? Ja. En waarom is de Botanische Tuin eigenlijk een aquarium? Kijk, dit kun je natuurlijk ook zeggen bij Mystic Manor. Ik ga maar even zeggen dat dit een beetje de evenknie is van Symbolica. Zelfde ritssysteem, zelfde idee van het loopt in de soep en je gaat in één keer een heel andere tour afleggen. Maar bij Mystic Manor is het idee dat je al een huis gaat rondrijden met daarin allerlei verzamelde artefacten van over de hele wereld. Dus je gaat inderdaad door een Chinese kamer rijden en je gaat inderdaad langs allerlei planten rijden en je gaat inderdaad allerlei harnassen zien. Dat is al zo gepland, alleen was het nooit de bedoeling dat die dingen tot leven zouden komen. Maar omdat dat aapje in het begin van de rit op die muziekkluis of op dat muziekkastje drukt, gaat alles in één keer tot leven komen. Ja. En dat is wat het hele verhaal bij Mystic Manor aan elkaar knoopt. Dus je begint daar,
Die man komt tevoorschijn die je in de voorshow hebt gehoord. Die zegt, oh, I'm looking for my little friend. En dan doet hij de deur dicht. Dan komt het aapje tevoorschijn, die drukt op die knop. En dan komt de hele bliksemse boel tot leven. En dan zie je schilderijen die in één keer gaan bewegen. Harnassen die gaan dansen, muziekinstrumenten die vanzelf gaan spelen. Vanwege dat muziekdoosje. Dat zet alles in beweging. Ja. En je eindigt ook weer in diezelfde ruimte, zogezegd. Waar alles weer wordt afgesloten met een mooi eindstukje. En diezelfde man weer die zegt, oh, daar ja. Dat is het hele verhaal. En daar zal niemand zich afvragen, wat heb ik gezien? Want alles wat je zo gek hebt zien dansen, dat is vanwege die muziekdoos. Dat is te verklaren. Dat is te verklaren. Maar dat zou bij symbolica ook zo moeten zijn, is te verklaren dat Pardoes alles omtovert. Maar bij een of andere manier is dat toch niet duidelijk genoeg. Ja, het hele idee is dat het Paleis der Fantasie is. Dus er zijn al heel rare dingen. Ja, maar het is toch niet duidelijk genoeg. Nee. En daarin geef ik Wonderwachters dus geen gelijk. Omdat het verhaal is het feit dat er gewoon gekke dingen gebeuren in dat kasteel. Ja. Maar waarom dan? En waarom zie ik dat dan? En waarom... Dat zijn terechte vragen. Wat ik heel jammer vind, wat ik al eerder zei, dat ik het rondje mis. Dus ik mis heel erg dat het verhaal weer wordt afgesloten. Dus ik zou het heel gaaf vinden als er bijvoorbeeld nog een eindscène is waar je die open gebroken trap ziet. Ja. Waar punctueel bovenaan staat. En die zegt, het was merkwaardig. Dat zou tof zijn. Ja. Maar dat is niet... Dat is zeker voor nog 100 afleveringen, vermoed ik zo, symbolica. Jeetje. We moeten er nog een keertje met de microfoon in. Moet dat wel, hè? Dat is eigenlijk wel leuk om een keer te doen. Of als je nou zelf denkt, goh, nou, ik kan uitstekend vertellen waarom we alles zien wat we hier zien in de attractie. Met je eigen microfoon of met je telefoon. Neem het op. Neem het op en stuur het op. Naar info@themetalk.nl. Ik hoor trouwens de eindmuziek al. Ja. Je kan ook twitteren, @themetalk.nl. Je kunt Instagrammen. Ook, ja, Facebook. @themetalk. Facebook, zeker. Recenseer ons in je podcast-app. Hij is iets korter deze week, de aflevering. Maar er was wat weinig nieuws. Maar volgende week zullen we gewoon wat langer zijn, vermoed ik. Ja, we zitten rond een uur, dus vind ik wel weer mooi. Ja, dat is wel prima. Iets onder het uur zitten we. Ja, nou, we zitten iets onder het uur. Ja. Zitten we mooi rond mijn doelstelling. Iedere week ongeveer rond een uur. Ja. Volgende week gaan we er nog wel iets overheen misschien. Een ja, we zien het wel. Maurice, ik vond het weer gezellig. Dat was wel gezellig. Ik zie je volgende week. Ik zie je volgende week ook. Tot de volgende keer. Tot volgende week.